Nous allons passer à quelques questions reçues de journalistes aujourd'hui. Près de deux semaines sont passées depuis le week-end très chargé de Pâques. Observe-t-on cela dans les chiffres? Était-ce statistiquement attendu qu'un effet soit visible? Peut-on éventuellement dire qu'il n'y a aucune influence visible ou que les conséquences sont négligeables? We zien de voorbije dagen vooral een dalende trend in de cijfers. Dat is goed, dat is ook wat we verwachten, dat is wat we nodig hebben. On voit sûrement pas d'augmentation. We zijn nu twee weken na het paasweekend en er is geen sprake van een stijging in de cijfers. Dus ik denk dat wat dat betreft de impact zeer beperkt is geweest. Natuurlijk, we kunnen niet 100% zeker zijn dat indien tijdens het paasweekend mensen meer hadden thuisgebleven, niet waren samengekomen. Misschien zouden de cijfers iets lager gelegen hebben nu, dat kunnen we eigenlijk onmogelijk bepalen. Maar een stijging zien we niet. It's time to look at the next one. Watch my video right here. Right here. It'll give you vital information that you need. I made a video right there. You can watch it. It will give you crucial information. I made a video that you can watch right here. Right here.